Zus Sarah en haar vriendjes lopen hun longen uit hun lijf, allemaal voor Sam. De kinderen doen mee aan een mini-dam-tot-dam-loop om zo geld op te halen voor het doodzieke jongetje. Toen Sarah hoorde dat haar broertje ongeneeslijk ziek was, sloeg dat in als een bom. Wat dacht je toen eigenlijk? Dat hij dood ging. Ja. En toen heb ik bijna de hele dag gehuild en mijn zusje ook. Want Sam heeft een zeer agressieve tumor in zijn hoofd die operatief niet te verwijderen is. Door middel van een lichte chemokuur kan zijn leven worden verlengd. Alleen niet alle kosten worden vergoed en daarom hebben de opa en oma van Sam een fonds opgestart. Ook al is de overlevingskans maar 1-5%. Als je ziet hoe Sam vecht, dan moeten wij daar zeker voor zijn. Dan moeten wij ook meevechten. Dan kunnen wij ons niet permitteren, niet ten opzichte van Sam, niet ten opzichte van zijn ouders en zijn zusjes, om dan met de flow mee te gaan dat het waarschijnlijk toch niet gaat lukken. En daarom prijkt er op het t-shirt van Team Sam ook Superheld Sam. De hoop is dat er met de dam-tot-dam-loop veel geld wordt opgehaald. Ik denk iets in de 2000, dat hoop ik. Heel veel geld, hè? Ja. En kun je uitleggen waar dat dan naartoe gaat? Naar leuke herinneringen maken met mijn broertje en naar de medische kosten die niet worden vergoed. Het is ontroerend hoeveel positieve reacties je krijgt van allerlei kanten. Van werkelijk mensen die je niet kent, mensen die je wel kent. Die gewoon allerlei acties ontketenen eigenlijk om toch een bijdrage te leveren. Dat is gewoon hartverwarmend.